Een hele goede morgen. Ik denk dat vandaag ook weer een wat kortere vlog wordt. Ik denk niet dat we veel filmen, want we gaan niet veel doen. Ja. We hebben net een beetje gespeeld. Ja. En hij heeft al zijn flesje en zijn fruithapje gehad. Dus hij krijgt zo'n fles en dan kan hij lekker zijn bedje in. Ik ga nou eventjes zijn slaapzakje aandoen. En dan gaan we even lekker slaapje doen, hè. Ik denk dat ik zelf ook even ga tukken. Dat ik een siestaatje ga houden met Jordi mee. En we hebben de waaier hier staan. En het is gewoon warm. Ook voor Jordi is het warm, hè. Ja. En Jordi heeft niet veel zin om iets te doen. Dus ik denk niet dat we veel bereiken vandaag. Nee. Ik denk dat we vandaag even niet veel doen, hè. Straks met papa nog zwemmen. Ik denk dat het dan al wel weer een heel eind gedaan is voor vandaag. Ja. Kijk maar mijn kus. Nee, ik krijg geen kus. En je gaat niet in mijn neus. Niet trekken. Nee. 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 Je mag niet trekken aan mama's haar. Tik hem maar. Ja, wij gaan flesje doen en lekker even slapen. Hij is er moe van het weer ook. Er is er eentje wakker. Hoi. Nou, sorry hoor. Ik zal niet meer zo blij doen. Hoi. Ik pak jou, hè. Ik heb zelf niet geslapen. Ik heb gewoon even op bed gelegen. Maar kon niet in slaap komen. Maar hij heeft als een roosje geslapen. Joepie. Hallo. Geef mijn arm terug. Je moet mijn arm wel teruggeven. Ja, ga je zitten. Kom maar, pak maar. Zitten. Doe je best. Oh, boem. Dat deed een beetje pijn aan mijn lip. Nou, vertel. Heb je nog wat te melden? Je hebt geen scheet gelaten. Je hebt niet gepoept. Dus dan hoef je dit ook niet te doen. Weg met je hand. Joepie! Joepie! Hallo? Je wil zitten toch? Doe je best dan. Doe je best dan. Hoppakee, en het zit. Nee, niet gaan liggen. Is mijn arm zo lief? Is mijn arm zo lief? Straks moeten we jou spoelen, hè? Ja, want de poeperij is weer niet goed, hè? Nee, de poeperij is weer niet goed, hè? Ja, dat is eeuw. Ik weet het. Mijn lekkere appelwangetjes.
Ons buurmeisje is weer aan het zwemmen. Met Jordi. En de oma van Lina is er ook. Maar die is heel eventjes weg. Die komt zo terug. Komt ze al aan. Ja, dat is stoer. In het water is eng, maar dit zouden wij eng vinden. Nee, zij moet iets onder de voet hebben. Het is net te diep. Lina, Paul en de oma van Lina zijn weer naar huis. Jordi krijgt nu zijn flesje. En die gaat daar naar bed. En dan duiken wij nog heel even het zwembad in. En daarna gaan we hier eventjes aan de poets. Morgenochtend hebben we weer logo, dus er moet even weer alles opgeruimd zijn hier. Niet dat ik het alleen daarvoor doe, maar ik wil het gewoon opgeruimd hebben. Het geeft meer rust. Jordi is nog wakker. Die kan niet slapen, want het is veel te warm. Hij is wel hartstikke moe. Ja, je bent wel moe, hè? Ja. Maar het is gewoon veel te warm, dus hij kan zijn slaap niet echt vatten, hè? Nee. Hé, wat is dat? Niels gaat nou even naar Natasja toe met Jordi. En naar Miep en iedereen die daar zit. Even de koelte in, want buiten is het volgens mij nou frisser als binnen. Ja, daar heb ik het idee ook van wel. Ja. Dus misschien dat Jordi dan in slaap valt. Of niet. En anders gaat hij extra moe zijn bed in dadelijk. Krijgt hij nog een extra fles. En dan... Ja, hè? Ja, brilletje pakken. Ik weet niet waar die is. Buiten. Dus dat gaan we doen. Hé, Bent? Doei! We vinden het wel leuk, het warme weer. Nou, maar dit is wel overdreven. Ja. Ik vind het te. Dus dat. Jordi is alweer thuis met papa. Niels is heel eventjes de vaatwasser voor mij aan het doen. En Jordi wil nog steeds niet slapen met deze hitte, hè? En dat snappen we heel goed. Ja. Maar je bent niet chagrijnig, je bent je veel vrolijk. Oh, wil je vastpakken? Oké. Jordi wil ook heel eventjes vloggen. Die vastpakken. Oh, oh, oh. Nee, niet in je mond. Moet zo doen. Moet zo doen. Dan zeg je hoi allemaal. Hij zegt boe. Boe. Sorry voor het geweldige beeld, maar hij wil even zelf vloggen. Moet kunnen toch? Ja! Kusje voor iedereen! Hij heeft eventjes het beeld gekust, dus jullie krijgen allemaal een kusje. Mwah. Nou doe je alles zwart maken, Jordi. Nee, laat ze los. Zo, dan kun je zelf toch zien, anders zie je toch niks. Jullie zien Niels op de achtergrond in de keuken bezig. Ik heb de rest allemaal al afgestoft en gedaan. Dus ik
hoef daar alleen nog maar even de keuken verder af te doen. En dan kan ik stofzuigen en dweilen. Oh nee, zou Niels doen. Niels zou stofzuigen en dweilen voor mij. Lieve papa, hè, dat hij dat doet voor mama, hè? Ja. Lieve papa. Wij gaan lekker slapen. Wel trusten. Het is genoeg geweest voor vandaag. Zeker. Slaap lekker allemaal. Goedemorgen allemaal. Jordi ligt nou net op bed. Heeft zijn fles alles gehad. Ik heb vanochtend logopedie gehad. Daarna ben ik even gauw naar de winkel geweest. En gespeeld en alles met Jordi. Ik ga zo dadelijk eventjes wat eten. En dan ga ik ook heel eventjes in bed liggen. Even slapen. Misschien dat ik wel hier gewoon in slaap val. Kan ook. Dus dat. Jordi was op tijd wakker. En die ligt nu even lekker te spelen. Of hij valt in slaap. Ik weet het niet. Hij was echt vroeg wakker. Dus die zal dadelijk nog wel moe zijn. Ben je nog moe? Oké. En ik lig op de bank relaxed. Want ik heb dus niet kunnen slapen. Want toen ik eenmaal bijna in slaap viel, toen was meneertje wakker. Dus dat. En ik heb knalende koppijn. Dus ik heb mijn bril maar even opgezet. Normaal zet ik vaak mijn bril ook af. Voordat ik ga vloggen. Maar dat is nu niet te doen met de hoofdpijn die ik heb. Jordi is in slaap gevallen. Ik heb eventjes iets onder hem neergelegd, want hij, ik wil niet namelijk dat er in zijn gezicht dat het allemaal plakt en zo. Dat vind ik zielig met dit weer. Dus die ligt even lekker te pitten. Niels is inmiddels thuis en Jordi heeft gebadderd. En we zijn nu heel eventjes bezig met Jordi etteren. Tenminste, Niels is daarmee bezig. In de opdracht van mama. Nou. En dan krijgt hij daar een flesje. En dan kan hij lekker naar zijn bedje toe. Ik weet niet of je gaat slapen, maar we zullen het zien. Wat ben je stoer? Ja. Ben jij stoer? Tuut. Hij is een beetje chagrijnig. Lekker even te dutten nog. Ik heb Bas opgevouwen, vlog geëdit, met een vriendin nog even gebeld. En wij gaan zo naar bed.
douchen en naar bed. En Niels heeft nog in het zwembad gelegen. Kijk, daar gaat hij weer slapen. Die ga ik zo dadelijk weer wakker maken hoor. Jordi die is in slaap gevallen. En die slaapt nu nog. Dus dat is een goed teken. En ik ga deze ups en downs nu afsluiten. En wij gaan lekker slapen doen. Wel tussen allemaal. Tot de volgende ups en downs.